Vandaag reizen we naar Portugal en maken we pastéis de nata. Het zijn eigenlijk kleine flans. Niet zo moeilijk, maar wel heel lekker. Wat hebben we daarvoor nodig? Bladerdeeg, patisseriebloem, suiker, een beetje boter, volle melk, enkele eieren en wat citroen. Ik ga beginnen met een karamel te maken. En ik ga daarvoor 12 centiliter water laten koken met 200 gram kristalsuiker. Ondertussen heb ik wat boter laten smelten en ga ik onze vormpjes wat inboteren, zodat die nadien niet blijven kleven. Goed langs alle kanten. Bestrooi met een beetje bloem. En eigenlijk de bloem er terug uithalen, zodat onze vormpjes mooi bedekt zijn. Zo is dat perfect. Onze suiker en ons water is goed gesmolten. En dan ga ik dat gewoon in een kom een klein beetje laten afkoelen. Het bladerdeeg. Je kan gewoon plakjes bladerdeeg kopen en we gaan die openleggen op de plank. We leggen twee plakjes boven elkaar. En dan ga ik die oprollen. Klinkt misschien wel een beetje raar, maar je gaat zien dat dat een heel mooi effect geeft. Dus twee plakjes bladerdeeg op elkaar. We rollen die dan op en dan gaan we ze snijden. Elk rolletje verdeel ik ongeveer in 4 stukjes. Om onze pastijtjes luchtiger te maken, zetten we onze rolletjes verticaal in de vormpjes en dan gaan we die aanduwen zodat heel onze vorm bekleed wordt met het bladerdeeg. De vormpjes die mogen de koelkast in en de oven ga ik voorverwarmen op 180 graden. Dan kan ik de flan maken. Hè. 25 centiliter melk, 30 gram bloem en bij de bloem ga ik 3 eetlepels melk aan toevoegen. Goed mengen tot je een glad deeg krijgt. Zo, perfect. De afgekoelde siroop mag er nu bij. En dan 5 eigelen en 1 volledig ei. Zo, dat gaat zorgen voor de binding van onze flan. De rest van de melk giet ik in een kom. Ik ga er een kaneelstok aan toevoegen. En enkele schilletjes citroen. We gaan het goed laten opkoken. Zodat die melk eigenlijk de smaak opneemt van de kaneel en de citroen. Als dat gebeurd is, gaan we dat op onze eiermengeling gieten. Goed roeren, zodat dat niet klontert. En als alles een mooie homogene massa is geworden, gaan we dat terug binden op het vuur. Constant kloppen en zachtjes laten opkoken. Van het moment dat ze een mooie dikte heeft gekregen, is ze klaar. En dan gaan we onze pastijtjes vullen met de flan. Je moet opletten dat je er niet te veel in doet. Blijf ongeveer een halve centimeter van de rand verwijderd. Zo krijg je een mooi effect tijdens het bakken. En die zijn eigenlijk zo goed als klaar. Enkel nog afbakken. 17 minuutjes ongeveer, op 180 graden. Zodat de flans bovenaan mooi gebruind zijn. Voilà, zo moet het. Perfect.
Ga er nog over strooien met een beetje kaneel om daar nog een extra toets aan te geven. En dan zijn ze klaar. Laten afkoelen en serveren. En dat is het dan, hè. Pastei de nata, een van de Portugese specialiteiten. Heel lekker en super simpel. En als je het nog eens wilt nalezen, surf dan snel naar onze site, delijze.be.